Daan Holen, meteen al je grote rondedebuut in de Vuelta. Ja. Met hoeveel spanning sta je hier aan de start? Toch wel een beetje. Ja, het is toch wel speciaal. Eerste jaar gelijk een grote ronde. En dan helemaal met een eigen land start. Mooi om mee te maken. Wanneer voelde je dat het erin zat? Dat ze je misschien wel gingen selecteren? Eigenlijk na de ronde van Noorwegen en België. Daar had ik samen met Mats gereden. Dat ging heel goed. Dat ik hem goed kon helpen. En toen daarna werd eigenlijk wel duidelijk dat hij hem ook hier wou hebben. Om hem zo goed mogelijk bij te staan in de sprint. Dus toen werd het wel echt duidelijk, zeg maar. Dus Mats Pedersen wilde jou eigenlijk persoonlijk mee hebben? Ja, dus dat is wel een mooi compliment natuurlijk. Ja, na die hele goede Nederlandse kampioenschappen kan ik me ook voorstellen dat je zelf ook wel dacht, ja, misschien zit die Vuelta er wel in. Ja, zeker. Ja, dat was wel echt een bevestiging dat het gewoon goed gaat en dat ik op goed niveau rondrijd. Ja. En dat een Vuelta ook erin zat. Met welke ambities ga je hier nou van start in de Vuelta? Met welk doel zijn jullie hier? Om Mats zo goed mogelijk bij te staan in de sprints. En dan een mooie bijdrage te leveren in de ploegentijdrit. En voor mooie resultaten gaan in de vele tijdrit. Succes! Ja, dankjewel.